Goedenavond, het is zondag 27 december. U kijkt naar het COVID-19-journaal van het ministerie van Volksgezondheid. De zorgwekkende situatie in ons land heeft minister Umar Ramadheen bewogen een oriëntatiebezoek te brengen aan het regionaal ziekenhuis Wanica. Daar worden nu voorbereidingen getroffen voor de opvang van het stijgende aantal personen dat positief is getest op COVID-19. Minister Ramadheen heeft zich in eigen persoon verstaan met de directie, het zorgpersoneel en hij heeft ook een babbeltje gemaakt met de patiënten die nu worden opgevangen in de isolatietent op het ziekenhuisterrein. We zijn hier initieel voor een overdracht van een onthulling van een schilderij van de firma Musi Essa in verband met hun 85-jarig bestaan. En het is meer een grand tangi naar de zorgwerkers toe. Goed, we hebben dat gehad en daaraan gekoppeld gelijk een oriëntatiebezoek naar de beschikbare isolatiefaciliteiten. Ik moet mezelf als minister vergewissen van de feitelijke situatie. Dus ik zie dat wij hier de faciliteiten die eerder opgezet zijn, goed gebruikt worden. Ik zie onderdeel geweest van de screening daar dagelijks en ik ben ook nog onderdeel geweest van een gesprek met een paar positieve patiënten. Je merkt die frustratie, je merkt dat die mensen weg willen, ze begrijpen het niet, begrijpelijk. Maar ik heb met ze gesproken van we werken volgens protocol en op het moment dat je weer veilig terug kan naar die samenleving, dan pas zul je weggaan. Natuurlijk gaat het niet gepaard met het eenvoudige, je moet rekening houden met opstandigheid. Dus natuurlijk is een stukje beveiliging en bescherming van onze zorgwerkers ook belangrijk. Ja. En de andere tent is ready, die heeft 65 plekken op dit moment beschikbaar. Dus er is een plan vanuit de overheid om patiënten te verdelen. En de verdeling is afhankelijk van de ernst van je situatie, je risicogroep welke je bent, maar ook afhankelijk van het plan. Want kijk, je moet niet overal mensen zetten, je moet beginnen ergens. En van daaruit ga je dan verder. Maar daar ben ik niet mee belast. Daar zijn de deskundigen mee belast, de coördinatoren. Die ervaring hebben in de vorige golf ook. Dus wij als overheid moeten ervoor zorgen dat die randvoorwaarden aanwezig zijn. Ja. Voor mij is het belangrijk, ik heb ook een one-on-one met aan de directeur gevraagd. Hey, wat kan ik gelijk voor je doen? Dat je operaties hier in elk geval geen onderbrekingen vinden. Dus operaties in de zin van de inspanningen die hier plaatsvinden, dat allemaal vlot gaat en ik heb een listing gehad, dus we gaan dat nu terug naar hoofdkantoor om dat even in orde te maken. Ja. Maar feit is dat ik ben tevreden met de situatie. Natuurlijk baart het me zorgen, want als je dat op dagbasis tussen de 60 en 80 krijgt, dan is deze tent binnen één dag gevuld. Ja, maar dus, de situatie is wel onder controle. De situatie wordt gemonitord en is voorlopig nog steeds onder controle. Mm-hmm. En met de maatregelen die we hebben aangekondigd, nu extra verscherpt. Ik kom net ook door de stad, ik ben tevreden met wat ik zie. De stad is rustig, de bewegingen zijn een beetje stiller dan de andere dagen. Dus we hopen en we rekenen erop dat de samenleving blijft zoals we hebben geadviseerd, rustig blijft. En dat we weer kunnen overgaan naar een stukje stabilisatie van die cijfers. We zien al twee dagen dat we op een 26% positivity rate zitten. Ik hoop dat dat zo blijft. Dat betekent dat we gaan stabiliseren ergens en dat van daaruit gaan dalen. Dus we zitten erop. Het regionaal ziekenhuis Wanica doet al vanaf het coronavirus intrede deed in Suriname dienst als belangrijkste opvang van personen met de COVID-19 besmetting. Dat wil zeggen dat daar de verpleging van zorgbehoevenden plaatsvindt. Personen die positief zijn, maar geen ziektebeeld hebben, gaan in het Wanica ziekenhuis in isolatie. De tweede coronagolf is een feit. Door de ervaring die is opgedaan tijdens de eerste piekperiode gaan onze zorgverleners weer op volle kracht aan de slag. We zijn goed voorbereid en het plan van aanpak treedt in werking. Dat zegt Jason van Genderen, algemeen directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica. En omdat we mogelijk te maken hebben met een nieuwe variant van het coronavirus dat zich sneller verspreidt, wordt de isolatiecapaciteit verdubbeld. Vanaf wij de eerste piek hebben gehad, is het regionaal ziekenhuis Wanica operationeel gemaakt in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en alle zorginstellingen. Alle ziekenhuizen hebben dus bijgedragen om COVID-patiënten hier op te nemen. Het waren zorgbehoevenden en op een gegeven moment ook isolatiepatiënten. We hebben de piek gehad en we hebben het door hard werk van het zorgpersoneel, de artsen, de specialisten, de verpleegkundigen en ook de mensen in het bedrijfsleven hebben we het kunnen overbruggen. En we hadden daarna een rustperiode. En in die rustperiode zijn we ook niet stil gaan blijven zitten.
We zijn gaan kijken wat er mis is gegaan, wat we beter konden doen om dus in feite ons voor te bereiden op de tweede piek. Natuurlijk verwacht je wel dat het niet komt. De cijfers waren mooi laag. En ja, maar we hebben ons steeds ook voorbereid erop, in case het komt, waarop gaan we inspelen. En de plannen zijn gemaakt in samenwerking met het ministerie. En die worden dus nu eigenlijk tot uitvoering gebracht. De minister heeft ook aangegeven dat we waarschijnlijk, er moet nog onderzocht worden, te maken hebben met een nieuwe variant. En dat daar geschiet de verspreiding eigenlijk veel sneller. En daarom ook dat wij dus, of dat de regering bezig is de isolatiecapaciteiten uit te breiden. Want, kijk, het is natuurlijk makkelijk als men zegt van ja, we zetten de patiënten in thuisquarantaine, toch? De COVID-positieven. Maar thuisquarantaine is heel moeilijk te controleren. Toch? We weten niet of de patiënt werkelijk eruit gaat of bezoek krijgt. Dus het zekere voor het onzekere wil de regering natuurlijk nemen en de patiënten dus zelf isoleren, zodat ze zelf weten van op deze plekken hebben we de mensen en daar wordt er volgens de regels gewerkt. Alleen om de verspreiding in feite te stoppen. De beddencapaciteit in onze zorgcentra wordt nauwlettend gemonitord. Andere ziekenhuizen worden klaargemaakt om eventueel in te springen bij de opvang van zorgbehoevende patiënten voor het geval in het regionaal ziekenhuis de opnamelimiet wordt bereikt. De opvang van patiënten die intensieve zorg behoeven vindt vooralsnog centraal plaats op de IC-unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het regionaal ziekenhuis Wanica heeft een bepaalde beddencapaciteit, wat we dus hadden voor zorgbehoevenden en isolatiepatiënten. De overige ziekenhuizen, ik weet zeker ook dat u de laatste periode heeft gemerkt, dat de overige ziekenhuizen ook units vrij hebben gemaakt om COVID-positieve op te nemen. En vanaf dat moment, vanaf we hebben gezien dat die piek ertoe was in augustus, hebben we gezien van wacht even, onze beddencapaciteit was toen een probleem. Toen zijn alle ziekenhuizen daarop ook gaan inspelen. En er is een verschil tussen natuurlijk isolatiezorg en ziekenhuiszorg. Snapt u? Dus we willen dus echt de patiënten die ziekenzorg nodig hebben, daarvoor willen wij die bedden vrijhouden. En voor de isolatiezorg, daar kunnen dus mensen met milde klachten, waarbij je arts de controle kan doen. Natuurlijk een specialist als supervisie. De arts en de verpleegkundige de controle kunnen doen. En de patiënt eigenlijk een beetje vrijer mag bewegen. Snapt u? Dus voor de ziekenhuisbedden willen we dus echt de zorgbehoevende vrijhouden. En daar hebben de collega ziekenhuizen, het AZP, het Slaans Hospitaal, Diakonesse, allemaal spelen dus nu daarop in. Ze hebben al units vrijgemaakt, heeft het ook al vernomen in de media, dat ze dus daar patiënten opnemen die zorgbehoevend zijn. Ja. Dus vooralsnog gaan we dus het RZW gebruiken als isolatie en patiënten die toch een beetje zorg nodig hebben, maar niet zozeer. De ICU die is volledig overgebracht naar het AZP. Ik denk dat het Diakonesse ziekenhuis en slaans nog 1 of 2 patiënten hebben. Maar ze willen dus dat wel concentreren in het AZP, omdat je daar ook alle specialisaties bij hebt. Je hebt alles op 1 plek. Dus dan is dat de ICU willen we dan, is dat in het plan opgenomen. De eerste COVID-19 piek in de periode juli-augustus heeft heel veel van onze zorgverleners gevergd. Het is nu niet anders. Ondertussen zijn vrijwilligers met een zorgachtergrond opgeroepen om zich alvast klaar te houden, mocht de stijgende trend zich de komende dagen voortzetten. Wij hebben, het RZW heeft een dringend oproep geplaatst, waarbij dus vragen naar zorgpersoneel, verpleegkundigen, ZV'ers, mensen met ervaring in COVID-zorg, zodat, want kijk, dat is het, we anticiperen op de cijfers. Dus als blijkt dat we bijvoorbeeld 100 hebben, dan moet het zorgpersoneel al gereed staan. Dus ook om de druk op de mensen die er is te verlagen, vragen we dus mensen die dus met een, misschien al met pensioen zijn, maar misschien nog een steentje kunnen bijdragen, om zich aan te melden. Want in case we die piek of de cijfers blijven stijgen, daar kunnen we altijd een beroep op ze doen. Dus vandaar het oproep. Ik denk dat later ook de andere ziekenhuizen ook al de oproepen zullen doen of zullen plaatsen. Dus alleen echt om daarop te anticiperen. Nou kijk, ik heb het ook al aangegeven de vorige keer dat we eigenlijk de eerste piek heel veel van ze heeft getrokken. Mm-hmm. Toch, het zijn ook mensen met gezinnen. Toch, mensen die ook hun eigen leven hebben en graag ook met de feestdagen met hun gezin willen zijn. Snapt u? Dus het is zwaar. Het is zwaar en natuurlijk ook weer om ze te motiveren. Toch? Kijk, de minister heeft het ook gezegd in zijn toespraak vandaag. Dat de mensen eigenlijk die in deze branche zitten, niet alleen hebben gekozen om te werken voor het geld,
Maar ook omdat je dus echt hart moet hebben hiervoor. Omdat je echt op de patiënt moet gaan letten. Je moet voor de patiënt gaan zorgen. En als er een beroep op je wordt gedaan, kan je geen nee zeggen. Snapt u? Dus wat wij kunnen doen is het zo, laten we zeggen, zo convenient mogelijk voor ze maken. Dat ze werken, dat er bijvoorbeeld het vervoer wordt geregeld. Het verblijf wordt geregeld als ze in Paramaribo wonen en ze moeten in het RZW werken. Dan worden ze hier ondergebracht in onze guesthouse, wordt er voor vervoer gezorgd. Dus dat zijn dingen waarop we kunnen inspelen om ze dus het werk iets makkelijker te maken. Natuurlijk, we vragen veel van ze. We vragen heel veel van het zorgpersoneel. En we moeten eigenlijk dankbaar zijn dat het zorgpersoneel nog steeds garant staat voor ons. Dus deze mensen moeten, als je mij vraagt, beter gewaardeerd worden en ook goed ingezet worden. Omdat er nu sprake is van ongecontroleerde verspreiding via landelijke clusters, zit Suriname nu feitelijk in een tweede coronagolf. Het gaat ontzettend hard. Met maximale inspanning is het tijdens de eerste grote piek toen nog net gelukt. We zullen nu alles moeten doen of juist nalaten om deze snelle verspreiding te stuiten. We hebben zeker de tweede golf bereikt. Het criterium om over een tweede golf te spreken is dat er ongecontroleerde verspreiding van het virus is, wat we niet meer goed kunnen traceren, kunnen vinden waar de besmettingen vandaan komen. Nou, dat punt zitten we zeker al op, dus we zitten in Suriname in de tweede golf. We weten niet of de zorg dat gaat aankunnen. We weten dat we bij de eerste golf, de zorg heeft het heel zwaar gehad. Het is allemaal net gelukt met maximale inspanning van iedereen. En natuurlijk zal iedereen in de ziekenhuizen en overal weer opnieuw zijn best enorm gaan doen. De artsen bij de 178, de huisartsen, de SEH, alle RGD-polies, de ziekenhuizen. Maar zelfs met maximale inspanning weet ik niet of we dit gaan redden. Er komt een enorm, enorm zware klus op ons af en iedereen houdt zijn hart vast. Het coronavirus heeft intussen ook mutaties ondergaan en de nieuwe variant lijkt zich sneller te verspreiden. Genoeg reden om ons zorgen te maken. Super voorzichtig zijn is nu de beste preventie om de omhoogklimmende cijfers te stoppen. Anders zal de druk op de zorgsector niet te houden zijn. En ook de reguliere zorg voor andere aandoeningen zal onder de huidige omstandigheden te lijden hebben. Er is in Engeland een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. U moet zich voorstellen, elk virus verandert altijd een beetje. En dat zijn vaak kleine veranderingen. Dat is een natuurlijk proces. Elke keer dat zo'n virus zich vermenigvuldigt, kunnen er foutjes optreden die uiteindelijk het virus kunnen helpen om zich beter voort te planten. Dit virus uit Engeland heeft verschillende mutaties, dus veranderingen ondergaan. En het vermoeden is dat het zich daardoor wat gemakkelijker van mens tot mens verspreidt. Maar dat weten ze nog niet helemaal zeker. Wat ze zeker weten is dat er een grote uitbraak is met dit virus. En dat het er dus op lijkt dat het zich wat sneller verspreidt. Het is belangrijk dat dit virus al in september vastgesteld is in Engeland. Dus het is niet echt iets nieuws. Het is nu in het nieuws gekomen omdat nu vastgesteld is dat er een groot cluster is. Maar dat virus circuleert in Engeland dus al langer. En er zijn ook al mensen in Nederland vastgesteld met deze variant van het virus. En ook al in Denemarken en ook in Australië, geloof ik. Dus er is een reële kans dat we deze variant ook al in Suriname hebben. Dat weten we niet, want dat zie je niet met een normale PCR-test. Dan moet je het virus echt in detail gaan bekijken en sequencen. En dat kunnen we hier niet. Ja, houden we er rekening mee? Natuurlijk houden we er rekening mee. Maar we kunnen verder niks anders doen dan de maatregelen die we voor COVID-19 sowieso moeten nemen. En zeker nu we in een duidelijke tweede golf zitten. Het is alleen misschien voor iedereen een extra reminder dat we ons echt goed aan de maatregelen moeten houden.
het materiaal, de samples, moeten opgestuurd worden naar Nederland. Mm-hmm. Ik moet even informeren hoe ver het proces is. Ja. Het moment dat het materiaal weg is, wordt er geanalyseerd en krijgen we feedback. Ja. En als dat het geval is, dan zullen we het gelijk bekendmaken zodra het bekend is. Maar het beeld dat we zien, kunnen we al zeggen dat we dat hebben? We hebben vermoeden dat er wel sprake moet zijn. Maar we kunnen het niet exact aangeven nog. De burgers zouden extreem bezorgd moeten zijn en super voorzichtig. Wat mensen zich misschien nog onvoldoende realiseren, is dat COVID weliswaar voor de individuele patiënt niet zo heel gevaarlijk is. Dus als jonge mensen zoals u of ik geïnfecteerd raken met coronavirus, de kans dat wij daar ernstig ziek van worden is niet zo heel groot. Ongeveer 1 op de 10 mensen heeft een periode in het ziekenhuis nodig, wat soms alleen maar een klein beetje zuurstofondersteuning is. Maar soms worden mensen echt heel ziek en moeten ze naar de intensive care en de beademing. En ongeveer 0,5 tot 1% van de mensen overlijdt. Dat lijkt niet zo heel veel, maar 10% die opgenomen moet worden in het ziekenhuis betekent een enorme belasting van het zorgsysteem. En als het zorgsysteem dat niet kan bolwerken omdat de infecties te snel stijgen, dan betekent het dat als je straks je been breekt bij een auto-ongeluk, dat er misschien geen plek meer voor je is op de SEH omdat het vol ligt met coronapatiënten. Of als je een operatie moet krijgen voor datzelfde gebroken been, dat de operatiekamers vol liggen met coronapatiënten omdat die nergens anders meer kunnen liggen. Dus is het coronavirus voor iedereen als ziekte zelf nou zo heel gevaarlijk? Nou, dat valt misschien nog wel een beetje mee. Maar iedereen wil gebruik kunnen maken van de gezondheidszorg op het moment dat hij of zij dat nodig heeft. En zou maar zo heel ingewikkeld kunnen worden als we de opgang van het virus niet snel stoppen. De data die we hebben bij het BUG en bij het AZP, maar ook particuliere laboratoria die nu ook testen doen en wij dat in samenwerking met de overheid hebben als registratie dan van gevallen. Daar denk ik niet dat we aan moeten twijfelen. We hebben goede monitoring van de zaak. We proberen plek te zoeken voor ieder. Dat is gewoon de waarheid, dat is de realiteit. Ik wil eigenlijk de personen die twijfelen aan het wel of niet bestaan van COVID in Suriname of dat wij bewust zaken willen creëren, aangeven dat wij geen enkele intentie hebben om dat te doen. Ik probeer dat te ontkrachten door deze statement. Maar de feiten liggen er. Er is wel iemand in de samenleving die een zorgwerker heeft in de familie of een verpleegkundige of een arts. Vraag het maar zelf na. Probeer een keer te komen. Probeer jezelf te overtuigen natuurlijk met privacy dingen. Maar het is een reële situatie. We moeten dat niet onderschatten. Want doordat we nog blijven onderschatten, begrijpen we en verliezen we eigenlijk de focus op de preventie. Want die preventie, heb ik net ook gezegd, die preventie is belangrijk om niet in deze situatie te belanden. Voorkomen is dus beter dan genezen. Feitelijk genezen we van COVID, de meeste mensen genezen. Omdat het niet een dodelijke ziekte is. Er zijn maar 2% in de wereld, 2% van de personen die COVID hebben gehad, overleden. Maar elke persoon die overleed, is er één te veel. En als we kijken naar onze risicogroepen, en kwetsbare groepen, daar zijn het grootste aantal personen daaruit dat komt overleden. Ik wil nogmaals zeggen, vooral die groepen, focus je op je preventie. Want u heeft meer risico's om te overleden. Als ik COVID zou krijgen, vooralsnog heb ik geen ziekten. Maar als ik zo COVID zou krijgen, is de kans heel klein dat ik zou overleden. Maar er is een kans. Maar iemand met suikerziekte, hoge bloeddruk en nog eens boven de leeftijd van 65 jaar of 60 jaar, heeft plotseling zoveel malen meer kans dan mij of dan elke gezonde persoon om te overleden. En we zien eigenlijk nu de trend tussen de 20 en 60 jaar. Daar zit de grootste groep in Suriname. Op dit moment is de grootste groep geïnfecteerden voor deze golf tussen de 20 en 60 jaar. En dat is de werkende klasse. Je moet nagaan, mensen tussen 20 en 60 jaar komen uit te vallen. Wat er gebeurt, wat is het spin-off effect op die maatschappij? De productie komt stil te liggen. Neem nog erbij dat het een personen zijn die werken ergens en iedereen in quarantaine moet.
de productie kan ernstig in gevaar komen. Dus nogmaals, het heeft niet alleen te maken met COVID of alleen te maken met opnames, etc. Het heeft ook te maken met het holistischer beeld, het groter plaatje wat we niet moeten onderschatten. Dat kan een vervelende impact hebben. En daarom dat we zo agressief zijn en conservatief zijn op ons beleid. Veel hebben wij, u en ik zelf in de hand. Laten we ons nu meer dan ooit houden aan wat van ons gevraagd wordt. Houd je aan de COVID-19 regels. AUB. Goedenavond.